U luistert naar Business Club Radio en mijn gast vanavond is burgemeester Kees van der Knaap. En wij kijken terug op de loopbaan als burgemeester op dit moment. We hebben net de hoogtepunten gehad, maar er zijn natuurlijk ook een paar moeilijke zaken gepasseerd de afgelopen periode. Ja, dat hoort ook bij de verantwoordelijkheid als bestuurder. Hè. Het is natuurlijk niet alleen maar het openen van mooie gebouwen. Dan wel het openen van feesten of daarbij aanwezig zijn. Nee, ik heb in deze periode ook een paar taaie problemen gehad. En, twee eigenlijk, om die te benoemen. De asielzoekers, de vluchtelingen die een paar jaar geleden en masse naar Nederland kwamen. Vooral uit Syrië, want ja, daar was ook alles aan de hand. Er is nog steeds heel veel aan de hand. Zeker, zeker. En heel Europa had te maken met een enorme toestroom aan vluchtelingen. En ik had hier een gemeenteraad die zeiden van wij moeten nadrukkelijk meewerken om die mensen op te vangen op een ordentelijke manier. Dus die opdracht die werd mij als burgemeester gegeven. Nou, we hadden de noodopvang hadden we snel voor elkaar. Op de kazernetreinen konden zo'n 400 mensen in een noodopvang komen. Nou, dat ging eigenlijk probleemloos. En die mensen hebben hier ook een tijdje, meer dan een jaar hebben die hier gezeten. Met heel veel vrijwilligerswerk daaromheen. Maar de behoefte van de raad, dus van de gemeenteraad van Ede, was om meer te doen dan alleen maar noodopvang. We moesten ook proberen een asielzoekerscentrum hier te situeren. Nou, dat was heel moeilijk om daar een goede plek voor te vinden. Uiteindelijk hadden we die gevonden in Otterlo. Voor 600 mensen. En ik heb nog geprobeerd als burgemeester om dat getal van 600 terug te brengen naar 300. Omdat 600 wel heel veel is op de bevolking van Otterlo. Ja. Nou, dat kon niet vanwege de regeltjes die er zijn in dit land. En uiteindelijk hebben wij gelanceerd dat er een asielzoekerscentrum van 600 kwamen. Ja, met als gevolg dat heel Otterlo in opstand ging stijgen. En ja, daar pittig over is gediscussieerd. In een zaal van 1200 boze mensen die dit die best wel wat wilden doen voor de vluchteling. Maar niet in de omvang van deze. Nou, dat is dan ook teruggetrokken. Uiteindelijk hebben wij toen gekeken of er nog andere plekken in Ede waren. En ook dat heeft niet geleid tot. Uiteindelijk hebben we wel 900 plaatsen hadden we beschikbaar. Maar toen droogde de vluchtelingenstroom op en toen was het niet meer nodig. Dus dat was het één probleem. En het andere probleem is natuurlijk veldhuizen geweest. Ja. En zeker vorig jaar toen het winkelcentrum daar werd gesloopt en daarmee ook een theehuis. En waarbij relletjes ontstonden en daarna heel veel auto's in de brand werden gestoken. Een hele lange periode. Nou, dat is voor die mensen heel erg vervelend geweest. Niet alleen dat die auto werden verbrand, maar die wijk kwam ook weer in een bepaald daglicht. En dan denk ik mij, ja, dat verdienen deze mensen niet. Want het is een prachtige wijk waar op dat moment een incident was. Maar dat incident werd zo uitvergroot. En ik had het, kijk, dat je op een bepaalde manier in de publiciteit komt, dat hoort bij het vak van een bestuurder. Maar ik had het vooral te doen met de mensen die daar wonen. Want ik denk, ja, die wijk krijgt nou weer een bepaald beeld en een stempel. Ja. En dat doet niet recht aan het feit dat daar 99% van de mensen die daar wonen zeker zijn zeer gelukkig. En ja, dat vind ik. Als je zegt wat was een lastig moment, dan was dit het lastige moment. Ja, twee moeilijke punten. We gaan luisteren naar Guus Meeuwis. Geef mij je angst.